Goedemiddag. Het is donderdag 16 maart en we gaan bij deze Frankenbeute. Dat is een Dedan-kast van polystyreen. Die zullen we, zoals de oosterburen, de Duitsers het noemen, einengen. Dus die gaan we wat kleiner zetten, zodat het broednest compact in de kasten komt te zitten. Dat betekent dus dat we even op moeten zoeken waar het broednest zit en er blijft wel wat reservevoer in hangen. Het is prachtig weer, dus daar kunnen we even gebruik van maken. En het schitterende weer. Ik ga eerst even die dame een beetje schoonmaken, zodat de folie er ook weer goed op past, want de bijen die kruipen steeds onder het folie vandaan. Nou, dit is weer good old buckfast. Zoals je kunt zien, ja, kanikas die schijnen net zo aardig te zijn. Even kijken, ga weg, joh. Kom. Dit is altijd even een geduldklusje. Te maken. Een randje hebben ze hier opgezet. Past er van die niet meer. En hier zie je ook de kwetsbaarheid van polystyreen. Nou, normaal gesproken werk ik met een theedoek, maar die ben ik vergeten. Bovendien zien jullie wat meer als ik die theedoek niet op. Dit is een scheidingswand. Kunnen ze wel langslopen en onderdoor, maar het houdt toch de warmte, zeg maar, beperkt. Nou, hier gaan alle ramen die overbodig zijn, die gaan aan de andere kant van die scheidingswand. En die worden er later, op het moment dat ik een honingbak plaats, worden die eruit gehaald. Dit zijn dus allemaal ramen waar nog wintervoer in zit. En meestal laat ik er twee hangen. De andere waar niks op zit, die haal ik er dan uit. Die gebruik ik later weer als bij de koninginnenbeeld, zeg maar. Hier zit al de eerste vessennek daarin, dus dit raam laat ik dan zeker nog in de kast staan. En dan gaat dat buitenste raam, dat gaat gewoon mee naar huis. Eigenlijk even een vegertje mee moeten nemen. Goed. Met de hand. Kan het ook. Even de bijen eraf te halen. Zo. Nou, deze mag erin blijven. Deze blijft erin. Maar aan de andere kant is van die scheidingswand. En even kijken waar het broednest zit. Dit is allemaal stuifmeel en wintervoer. En dit is het eerste raam met broed. En op het midden zie je de koningin lopen hier met een lichtblauwe stip. Er zitten ook allemaal grote larven zitten er hier. Hier is het ook nog broed, dus dit raam blijft erin zitten. Het ene raam met stuifmeel. Dat zou er in principe aan de andere kant van die dekplank zitten. Dus dan blijven er vijf ramen in zitten. Dat zijn waarschijnlijk vier ramen broed. Of eventueel drie. En één raam met voer. En dan komt in feite dit geheel komt zo te zitten. En dan mag er nog één raam mee uit. Snel dicht, want er staat toch een beetje een vies windje.
olie ligt weer vlak op de raten. Dekbank erop. Nog één. En deze inspectie is ook rond. Oké, hey. Goed kijk. Doei.